Hallo allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel: Ben ik hier vandaag? Met een aardige Lucardi bestelling. Ik was gewoon in een bui dat ik dacht ik heb helemaal geen mooie ringen. En ik wilde gewoon heel erg graag mooie zilveren bling bling ringen. Nou moet ik zeggen dat ik in een fase was dat ik heel erg zelfmedelijden met mezelf had. Me heel erg rot voelde. En ik dacht waarom ook niet. Dus ik heb een aardige bestelling geplaatst. Niet alleen voor ringen maar ook voor oorbellen. Want ze hadden echt hele leuke oorbellen. Um, en nou moet ik even wat bekennen. Je kan altijd gratis. Dus in laten pakken. Ik doe dat altijd bij de Lucardi. Ik vind het dan echt nog meer als een cadeautje voelen. Ook al is het voor niemand behalve voor jezelf. Laat me weten als jij dat ook doet. Als je gratis kan inpakken, dat je het dan doet. Gewoon puur omdat het dan echt voelt alsof je jezelf een cadeautje geeft. Ik weet het. Ik ben sneu. Nou hebben ze meerdere items in zo'n uh, verpakkingtje gedaan. Gewoon puur omdat ik best wel wat besteld had. Dus laten we er maar gewoon in gaan duiken. Ik denk dat ik ga beginnen met de ringen. En dan daarna ga ik alle oorbellen laten zien die ik heb gekozen nou moet ik zeggen alle ringen die ik heb gekozen die waren in de korting. En uh, dat geldt ook voor de oorbellen. Want de oorbellen waren eigenlijk allemaal 3 of 4 euro per paar. Maar als je er 3 nam, kreeg je er 1 gratis. En ik heb er 6 genomen. Dus ik heb er 2 gratis. Met dat gezegd hebben, voordat we erin gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon de hoogte. Wat ik hier op dit kanaal aan het doen ben. En laten we dan nu in de bling-bling duiken. Laten we maar meteen beginnen met twee ringen sets, die heel erg. Op elkaar lijken. Ik kon gewoon eerlijk gezegd niet kiezen, dus ik heb ze maar gewoon allebei genomen. Ik weet het was niet nodig, maar alsnog. Deze zijn namelijk allebei in het stijl dat je twee ringetjes krijgt. Bij de ene zit er een grote steen op en de andere is gewoon klein en met kleine steentjes. Als eerste daarvan nam ik deze. Deze is allebei zeg maar vrij dik. Heb je twee banden met kleine steentjes erin. En één daarvan heeft dus een grote steen erin zitten. Heel erg tof. Bij deze moet ik wel zeggen dat die kleiner valt. Ik heb ze allemaal in 17,5 besteld. Want dat is mijn maat voor mijn middelvinger. En ik denk misschien omdat deze vrij dik is. Maar eigenlijk zou dat niks moeten uitmaken. Maar deze valt wat kleiner. Wat op zich niet erg is. Want ik krijg hem alsnog. Uh, om mijn vinger heen. Maar ik denk dat deze meer valt als een 17. Dus hou dat in gedachten als je deze wilt bestellen. Want hij is wel echt gorgeous. Maar hij valt dus iets kleiner. Dan de ander die zeg maar hetzelfde idee heeft. Maar deze is wat smaller. Wat prettiger naar mijn mening. Op de website vond ik het een beetje moeilijk om te oordelen. Maar deze is denk ik mijn favoriet van de twee. Als ik zou moeten kiezen. Deze heeft namelijk uh, dunnere bandjes. En de onderste is heel smal met allemaal kleine steentjes. En bij de ander is de steen vrij groot. Want ja, ik hou gewoon van bling. Ik ben echt een bling persoon. Deze valt wel gewoon echt als de 17,5. En wat natuurlijk een voordeel is van zo'n ringen set: is dat je het heel makkelijk met een ander kan dragen. Als ik het goed heb, was deze 10 euro. En um, die andere ook. Denk ik? Volgens mij. Nou moet ik trouwens zeggen. Trap niet in die sale van <laughs> Lucardi. Want ik had dit besteld, zeg maar, voor. Um voor Valentijn. En nu is het Valentijn, zeg maar. En ze zeggen dat ze nu 14% korting hebben op die ringen. Op die ik nou laat zien. Maar die zijn ook gewoon nog steeds 10 euro. Dus uh, er klopt niks van. Deze ringen zijn altijd rond die prijs. Wat ik ook wist. Uh, maar ik vind dat nooit zo netjes. Want nu dan zegt ze van ze zijn in de sale. Maar ze zijn alsnog gewoon even duur als een maand geleden. Dan gaan we naar mijn favoriete ring die ik heb besteld. Ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik vond hem heel erg mooi, natuurlijk. Anders zou ik hem niet bestellen. Maar um, in het echt is hij nog veel. Veel mooier dan ik had verwacht. Hij is echt heel erg prachtig en subtiel. En hij heeft een uh, band waar wederom allemaal steentjes op zitten. Maar hij is vrij subtiel en hij komt niet heel erg hoog. Hij is gewoon, ja, echt gewoon prachtig. Ik vind deze echt super mooi. Ik zou deze zo herbestellen. Hoe erg die blinkt, is sowieso echt een ding. Hij is zo mooi. Dus als ik er één kan aanraden, is dat deze. Deze is sowieso 10 euro. Dat weet ik zeker. En ja. Ik vind hem echt gewoon heel erg mooi. Genomen in een 17,5. En zit gewoon echt als een 17,5. Dan heb ik er eentje die ik niet online had besteld. Maar al een tijdje daarvoor gewoon in de winkel had gekocht. En dit was eigenlijk een hele mooie vondst. Dit is namelijk een zilveren met echt een hele grote steen erin. Die echt prachtig is. Nou, was dit een foutje? Bedankt. Want deze had ik gekocht voor 15 euro. Maar dit was helemaal niet zo'n goedkope ring. Hun hadden het verkeerd neergezet. Wat super fijn is en wat ik hele goede service vind. is dat ze hem gewoon hebben gegeven voor 15 euro. Maar ze zeiden wel: van, Oh, dat is een foutje. Gaan we nu aanpassen. Maar dat is onze schuld. Niet die van jou. Dus uh, bij de kassa kreeg ik hem alsnog voor 15 euro. Waar ik heel erg dankbaar voor ben. Deze is dus, als je hem wilt kopen, een stuk duurder. Uh, volgens mij was die eigenlijk iets van 45 euro. Dus ik heb een hele goede deal gehad op deze. De ring is heel klassiek: gewoon heel simpel. Dikke zilveren band. En een mooie sparkly steen erop. Dit was dus een mazzeltje, maar echt. Prachtig. Heel erg blij mee. Oh, trouwens, voordat ik de vraag krijg. Ja, al deze ringen zijn zilver. Ik hou wel van goud op zijn tijd. Maar over het algemeen ga ik gewoon eerder voor zilver. Dus vandaar dat al deze ringen zilverkleurig zijn en gewoon van zilver zijn. Ik wil wel over een tijdje ook wat gouden ringen aanschaffen. Maar naast dat die over het algemeen soms wat duurder zijn. Um, is het ook niet mijn favoriet. Dit is voor mij echt luxe. Ik heb meestal echt cheap ass sieraden. Um, dus voor de eerste keer dat ik zo'n splurge wou doen. Met deze sieraden uh, wilde ik het gewoon heel erg graag in het zilver. Omdat ik zeker weet dat ik dat veel draag. En dan als laatste voor de ringen nam ik deze. En deze is echt out there. Dit is echt zo'n prinsessenring. Hij komt vrij hoog. Dat vind ik wel een nadeel. Maar dat wist ik al. Want deze heb ik namelijk ooit al een keer gehad. Jaren geleden. Deze is ook een tientje. Is die altijd. Laat je niet voelen door de zil. Dit is echt zo'n prinsessenring. Hij komt hoog. Heeft drie grote stenen. En allemaal kleine steentjes erlangs. En uh, deze valt ook trouwens gewoon perfect als maat. De enige waar ik dus uh, mee maakte dat het niet zo was, was met die dubbele bandring. Alsnog echt prachtig, anders zou ik hem natuurlijk ook niet herkopen. Uh, hele mooie stenen. Dus dit is zeker eentje die ik ook heel erg vaak ga dragen. Dus dat zijn alle ringen die ik heb gekocht. Ik ben normaal nooit iemand die um, zoveel zilver en echt zeg maar sparkly sparkly dingen koopt. Zoals ik al zei, ik ben normaal iemand die mijn oorbellen en mijn ringen en zo bij de primark meeneemt. Voor een euro. Maar dan moet ik zeggen, Lucardi is wel echt heel erg betaalbaar. Het is niet gesponsord ofzo. Maar je kan wel betaalbaar zilveren sieraden krijgen. Want volgens mij, met zes paar oorbellen er nog eens bij, was ik iets van 52 euro kwijt. Wat natuurlijk wel heel weinig is als je ziet hoeveel zilveren ringen ik heb gekocht. Ik probeer mezelf niet te verantwoorden, maar voor zeg maar een luxe uitgave... Valt het heel erg mee. Dan gaan we naar de oorbellen. En ik ben heel erg fan van die trend. De laatste tijd. Met een ringetje. En dan een hangertje eraan. Uh, dat is nu helemaal in, natuurlijk. Nou kan je ze van echt zilver. En zo kopen! Ook bij de Hema. Um, maar bij de Lucardi hebben ze dus de cheapere versie. Waar ik normaal gesproken van ben. Ik heb vier paar van 299. En twee van 399. En het was dus zo: dat als je de drie kocht. Dat je de één gratis kreeg. Dus um, ik heb. Uh, twee van de zes ze gekregen. Ik heb drie gouden sets genomen. Als eerste heb ik deze. Dit is een 3,99. En hier zo hangen gouden hartjes aan. Het zijn hele simpele hartjes. Ze hebben wel balletjes om uh, de ring heen. En wat ik heel fijn vind. Ik weet niet of dat aan mij ligt. Laat het me vooral weten. Ik denk het wel, want heel veel mensen dragen ze. Maar dit zijn van die ringen die je gewoon kan klikken aan de achterkant. Waar ik dol op ben. Ehm. Um, ze klikken, zeg maar, vast in dat scharnier. Maar je hebt van die ringen, vooral met echte zilveren, dat je, zeg maar, in het buisje weer moet doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik kan dat niet. Ik zit dan echt gewoon vijf minuten te wurmen. En dan lukt het me niet, omdat je het niet kan zien. En dan raak ik geïrriteerd. En dan draag ik het niet. Ik weet niet. Of ik iets verkeerd doe, laat me vooral weten hoe jij dat voor elkaar krijgt: dat ze gewoon sluiten. Het zal waarschijnlijk aan mij liggen, maar um, ja, ik ben er nooit zo fan van. En deze sluiten dus gewoon met zo'n klik. Wat ik heel erg fijn vind, want dat kan ik. Dat is dummy proof. Dus dat zijn deze. Dan met een wat kleiner ringetje heb ik deze gouden met een maantje eronder. Ook heel erg tof. Deze heeft weer net een andere sluiting. Maar is ook een soort kliksysteem. Heel makkelijk. Um, en deze ben ik van plan om binnenkort naar de première te dragen van mijn speelfilm. Het zal al lang geweest zijn als jullie dit kijken. Maar ik had de afgelopen tijd een speelfilm gemaakt. Um, en met, met een groep mensen. En die gaat um, 30 januari in première. Dat is over een paar dagen voor mij als ik dit film. En ik ben van plan om deze bij de jurk aan te doen die ik heb gekozen. Dus die... Ben ik heel erg blij mee. Ik heb zin om die dan te gaan dragen. En dan als laatste: qua goud. Deze zijn ook echt geweldig. Deze zijn heel dun, de ringetjes. Deze gaat ook weer op een andere manier dicht. Deze moet je het pinnetje in het lusje. Heb ik ook wel eens gehad. Kan ik ook nog. Dus dat is fijn. En hier zo hangen twee mini mini kleine muntjes aan. Heel erg tof. Uh, het werkt vind ik omdat de ring zo, ook zo dun is. Dan vind ik het met zo'n klein hangetje heel erg tof. Dus deze ben ik ook heel erg blij mee. En in dezelfde stijl nam ik ook drie zilveren. Als eerste heb ik deze. Deze zijn vrij groot. vergeleken volgens mij met de rest die ik tot nu toe heb laten zien. En hier zo zitten twee kleine kruisjes aan. Heel erg vet. Ik hou hiervan. Ik hou af en toe meer van de meer gothic, emo-achtige grungy-stijl. Zeg maar, ik heb een beetje twee persoonlijkheden af en toe. Dat zie je ook in mijn kast. Ik heb één kant met allemaal pastel en kleuren, en roze en blauw en lila. En de andere kant is gewoon zwart. Het hangt bij mij echt heel erg ervan af in wel voorbij ik ben. Maar ik vind deze heel erg vet. Dit is weer een duurdere. Deze was 3,99. Deze zijn ook vrij klein. Ik denk dat deze ook heel mooi zouden zijn voor een tweede gaatje. Want de um, ringetjes zelf zijn vrij klein. En deze hebben van die hele mooie ouderwetse stijl hartjes eronder hangen. Wat ik heel erg vet vind. Ik heb hier een soort van ketting toen van, van uh, Shizzy.nl. En die draag ik echt ontzettend vaak. En deze zullen daar echt perfect bij passen. Die hebben dezelfde soort stijl. En als laatste, deze zijn weer heel dun. Net als diegene met die muntjes er aan. Maar hier zo hangt een ruitje aan met een leuk ontwerp erin. En dit is echt gewoon zo'n perfecte oorbel die altijd kan. Dus dat zijn alle zesde paar oorbellen die ik heb gekozen. Ik raakte er echt heel aangenaam verrast door. Ik ging dus eigenlijk uh, vooral om die ringen te kopen. En toen zag ik de reclame voor hun oorbellen. En bij mij in het hoofd zat het nog heel erg dat hun ja, best wel goedkoop uitziende, een beetje tacky oorbellen meestal hadden. Qua de goedkope spullen die ze dan op de rekken hadden in de winkel. En dat beeld had ik nog heel erg. En ik moet ook zeggen, ik heb daar ook echt gewoon jaren niet meer naar gekeken. Omdat ik altijd dacht, ja, maar dat is niks. Um, maar ik vind echt dat ze nu super leuke oorbellen hebben. Want ik ging dus kijken door die kortingsactie. En ik heb deze allemaal gevonden. En ik vind ze echt heel erg leuk. En dan dus uiteindelijk drie paar voor zo'n 6-7 euro. Is ook gewoon betaalbaar. En je hebt echt gewoon leuke oorbellen. Um, dus als jij nu ook heel erg van die trend houdt. Je kan ze dus nu heel goedkoop vinden. Bij de Lucardi. Nou dat was dan alles wat ik in deze video wilde laten zien. Um, het was zoals ik al zei een beetje een opwelling. Ik weet dat ik niet weet ik voor hoeveel ringen dat waren. Een stuk of vijf volgens mij. Uh, zilveren ringen nodig heb. Nee, natuurlijk niet. Um, maar ik moet zeggen, ik ben er wel heel erg blij mee. Ik heb heel erg veel zin om ze allemaal te gaan dragen. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, een fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn, als je mij maar opvalt. En wie weet zie je dus... jezelf wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken, laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier eens. Maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon op de hoogte. Wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!